Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Wat zeg ik al te zeggen? Hallo, mijn naam is Jiri Schoeber. Ik ben 34 jaar en dit is mijn laatste seizoen bij Introdans. Wat is je eerste herinnering bij Introdans? Ik zat in Stuttgart op school in mijn laatste jaar en ik had allemaal audities staan. Echt een stuk of 10 had ik er staan. En de dag voor mijn eerste auditie kwam ik verkeerd neer uit een sprong en scheurde ik al mijn enkelbanden. Moest natuurlijk meteen naar het ziekenhuis en ellendig. Maar daardoor kon ik ook al die audities die gepland stonden, kon ik niet doen. Maar gelukkig was daar Julanne. Die had een baan gekregen bij Introdans en die wist toevallig dat er een danser zijn contact niet had aangenomen. Dus eigenlijk na de hele auditieperiode. Dus ik heb meteen Introdans een mail gestuurd. Ik kom morgen naar Nederland, zorg dat ik in die les mag staan. En dus mijn eerste herinnering is dat ik hier het gebouw binnenkwam en dat ik mee mocht doen met de balletles. En dat was eigenlijk ontzettend eng. En Rolf vroeg me daarna het kantoor in en die zei, wil je de baan? Dus ik zei meteen, yes. Natuurlijk heb ik eerst even mijn moeder gebeld om te vertellen dat ik een baan had gekregen. Maar daarna Julanne om te zeggen van, liever, we gaan samenwerken. En zo geschieden. Welk moment was het beste op toneel en waarom? Nou, ik weet nog heel goed, toen kreeg ik in 1 week kreeg ik de aanmoedigingsprijs van het Dansersfonds. Dus dat was al een hele grote eer om dat te krijgen. En volgens mij 5 dagen later stonden wij in Sint-Petersburg in het Marinsky Theater. En toen dacht ik wel, toen stond ik daar op het toneel van het Marinsky Theater, een van de grote danswalhalla's van de wereld. En toen dacht ik, ja, deze week weet ik niet of ik dat nog heel snel ga krijgen. Wat is je grootste blunder geweest? Ik denk de grootste blunder is geweest, en was niet echt een blunder, dat was in het stuk van Rushes van Imbal Pinto. Maar er is een moment dat ik op mijn buik op de grond lag en boven me werd een andere danser, Alberto Villanueva, rondgeslingerd door Emeric. En hij moest op mijn rug landen met zijn voeten. Maar hij landde niet op mijn rug, hij landde op mijn hoofd. En mijn hoofd knalde dus hard tegen de grond. Dus ik schreeuwde ook, want het was best wel pijnlijk. En vervolgens moest ik naar voren kijken en ik zag Alexis voor me zitten. En ik zie haar ogen zo groot worden. En ik voel een soort van waterval van bloed over me heen komen. En het was best wel aan het begin van de choreografie. En je ging niet af. Dus ik dacht, het enige wat ik dacht, ik mag nu niet gaan flauwvallen. Ik door en een beetje in karakter was ik zo me af aan het vegen. Zo'n hele kostuum zat ook onder. Ik dacht, niet over nadenken. Niet, negeer dit, dit komt goed. Er is een moment dat we in dat stuk achter een doek zitten. En ik kom daar. En Demi zegt tegen me, Jur, je hebt gewoon een gat in je nep. En toen dacht ik echt, zeg dit nou niet, want ik ga flauwvallen. En bleek dus dat mijn tand dwars door mijn lip was gegaan. Dus er zat gewoon een gat, dus dat bleef kan bloeden. Ik heb de choreografie op een of andere manier af kunnen maken. Maar ik ben niet flauwgevallen. Doek ging dicht, applaus geweest. En het was een witte vloer. Echt, alsof er 3 mensen waren vermoord. Het hele witte vloer lag helemaal onder het bloed. Toen kwam ik van het toneel af. En toen keek ik in de spiegel. En toen zag ik inderdaad een gat zitten. Ja, en toen trok ik echt wit weg. En toen moest ik echt even gaan zitten. Want anders dan was ik echt flauwgevallen. Maar dat is denk ik mijn grootste blunder ding geweest. Wat zijn mijn meest favoriete stukken? En eentje die er nu wel echt bovenuit springt is Purple Fools. En ik mocht daar een karakter spelen die zeg maar een beetje het sukkeltje van de groep was. En dat vond ik altijd heerlijk om te doen. En het had een mooie combinatie van dat acteerwerk, maar toch ook wel technische dingen. Dat ik had daar een heel tof duet in met Alexis. Dus die is me wel heel erg bijgebleven. Maar ik denk toch wel mijn hoogtepunt, dat ik een solo mocht doen in Shaboom van Paul Lightfoot en Sol Leone. De echt idolen van mij. En die solo was naakt. En dat vond ik echt doodeng, maar eigenlijk het moment dat ik dus op het podium stond, of eigenlijk het moment dat ik in de coulissen stond, en dan stond ik daar en dacht ik, oké, nu gaat mijn trainingsbroek uit, dan moet je onderbroek uit. En dan loop je dat toneel op in het donker en dan ga je zitten. Doodeng, maar toen begon het en toen dacht ik eigenlijk, voelde het een beetje als naakt zwemmen. De totale vrijheid die er was en eigenlijk al die angst die ging ook op een soort van weg. En het was zo'n moment van echt daar op het moment zijn, heel bewust van alles en heel bewust dat er zoveel mensen naar je kijken en tegelijkertijd die vrijheid voelen.
Dat was voor mij ook wel echt een heel bijzonder moment op het podium. Ja, op een gegeven moment kwam Paul na de première naar me toe en die zei van... I'm really proud of you. En ja, dat was wel zo'n moment dat ik dacht, ja, boek dicht, klaar, ik kan stoppen. Dit was hem. Meer, beter dan dit kan ik het niet krijgen. Positief of negatief, hoe heeft jouw carrière je persoonlijke leven beïnvloed? Oh, ja, nou... 100%. Ik bedoel, ik kom uit Zuid-Limburg, Landgraaf. En ik ben toen aangenomen op de balletacademie in Amsterdam. Dus toen ik 10 was, ben ik Limburg eigenlijk uitgegaan. Ben ik door de week bij mijn oom en tante in Laren. Dus dat is gewoon al logistiek, zeg maar, een grote verandering. Ik heb een baan bij Interlands gekregen. Dus ben in Arnhem gaan wonen. Dus dat waar ik woonde, hoe ik reisde, dat heeft enorme invloed gehad. Maar het heeft mij ook totaal gevormd. Vanaf je 10e ben je eigenlijk gewoon gedisciplineerd daarmee bezig. En je leert ontzettend veel mensen kennen. Dus ik ben naar Duitsland gegaan. Daar zaten mijn klasgenoten kwamen van over de hele wereld. En doordat je met zoveel verschillende mensen omgaat... In een best wel fysiek en mentaal harde wereld... Ja, leer je elkaar heel goed kennen. Leer je daarmee omgaan. Dus je leert met zo'n pressure cooker omgeving leer je omgaan. Dus het vormt je mentaal gewoon heel goed, heel hard, denk ik. Ook al denk ik dat, ja, dat is natuurlijk op manieren gegaan... dat misschien niet ethisch altijd even verantwoord is geweest... als ik kijk naar mijn leraren en sommige choreografen hoe die je behandelen. Dat kan, denk ik, nu in 2024 ook misschien niet helemaal meer. Maar ja, ik heb er wel veel van geleerd. Dus eigenlijk mijn hele leven is gewoon beïnvloed door het dansen. En dat maakt het ook echt doodeng dat ik dus nu ga stoppen. Want dan opeens valt dat weg en dan moet ik eens gaan kijken of ik zelf nog wel heel leuk ben. Er wordt vaak gezegd dat Interlands collega's je tweede familie worden. Op welk moment voelde je dat het meest? Eén moment waar ik het heel erg voelde was dat we hadden natuurlijk bij Interlands 2 gezelschappen. En dat is bij elkaar gekomen. En toen zijn er heel wat dansers van Ensemble voor de Jeugd zijn weggegaan. En toen hebben we eigenlijk aan het einde van het jaar een barbecue gehad met die mensen. En daar zijn we ook de hele wereld mee over gevlogen. En daar hadden we een soort van afsluiter. Dus we hadden de kleedsters kwamen nog langs. En Iris, onze repetitor, was er als verrassing. En daar waren we allemaal verhalen op aan het doen. Wat we allemaal wel niet... Ik denk dat was toen, dat is denk ik 2 of 3 jaar geleden... wat we denk maar de afgelopen decennium allemaal hebben meegemaakt. En dan besef je hoeveel je met elkaar deelt. De positieve en zeker ook de negatieve dingen. Wat voor ruzies je hebt gehad. Maar ook kinderen die zijn geboren, huwelijken. En dan zit je... Dat is wel een dynamiek als een familie. Dat is, daar merkte je dat wel erg. En dat ga ik ook heel erg missen. Kijk de video. Hi Jurjen. I just want to say congrats on a beautiful career of dancing and choreographing. You've done so much amazing work. For those who don't know me, I know Jurjen all the way back from our time in Germany. And he was one of the best and kindest human beings in my entire career of dancing. He's been one of my best friends. I will always remember the time that Jurjen expressed an interest in choreographing, and we went into a little studio by ourselves, and pretty much for the first time for either of us, we started choreographing to some French accordion music, and I hope that's helped send you on your way into bigger and better things, and I can't wait to see what happens next in your career. I am so proud of you, and you have love all the way out here in Seattle. Congratulations, Jurjen. Nou, dat is zo leuk. Mijn bril slaat er helemaal van. Nou. Oh mijn god, ja, toen gingen we in de studio. Toen moest ik voor mijn... Ik woonde in een studentenhuis. En toen hadden ze gevraagd of ik daar wilde dansen. En toen... Oh mijn god, als daar nog een video kan is. Toen had ik dus al repetitie hier gehad bij Introdansen. Weet ik nog dat we daar stukjes van gingen pakken. In die koor. Het was zo lelijk. Oh, hysterisch. Ja, dat ben ik helemaal vergeten. Dat is mijn eerste choreografie geweest, denk ik. Ja, wat slecht. Je hebt de hele wereld overgevlogen met Introdansen. Wat en waar waren je meest favoriete tourmomenten? Er zijn zoveel bijzondere momenten geweest. De keer dat ik kwijt ben geraakt in Sint-Petersburg... omdat ik zo nodig nog 's nachts naar een McDonald's moest.
in New York, dat we in een VIP-area waren beland. Het mooie aan toeren is dat je, als je zegt dat je zo'n dansgezelschap bent, dat echt alle deuren gaan open. Dan heb ik hier een privé rondleiding in de Hermitage gehad in Sint-Petersburg. Diners met ambassadeurs. Om me nog heel goed te herinneren, toen waren we in China. Waren we uitgenodigd door allemaal van die belangrijke mensen. En we zaten aan van die grote ronde tafels met heerlijk eten. En de tafel met alle belangrijke mensen, daar zaten, nou, laten we even zeggen, het management van Introdans. Hoe het dan is in China, dan krijg je dus een glas half gevuld met rijstwijn. Niet te nassen. Het is echt verschrikkelijk vies en mega sterk. En dan is het custom om dan te zeggen gambé. En dan moet je dus helemaal opdrinken. Nou, na twee hadden wij het wel door van, dit gaat niet helemaal goed. Dus de dansers zaten aan een aparte tafel, dus wij al die glazen vullen met water. Maar naast het staat er natuurlijk het management van Introdans. Ik zal even geen namen noemen. En die waren dus bij elke gambé dat er weer werd geschreeuwd, moesten zij het altijd. Dus op een gegeven moment hadden wij zeg maar onze leidinggevenden. Die waren nogal teut. Sommigen heb ik naar de wc moeten helpen. Sommigen hebben wij naar het hotel moeten brengen. Ja, dat was echt een memorabele avond. En het mooiste was de volgende dag. Gingen we naar een volgende stad en we moesten een trein halen. En het was al krap. Zijn we dus door dat verkeer naar het station gesjeest. En toen was er dus een groep van, nou, ik denk dat we met z'n twintigen waren, van kleedsters, dansers, repetitoren, directeuren van Introdans, met allemaal een kater, die dus rennend met koffers door dat station aan het rennen waren. En iedereen bezweet, weinig geslapen. En zo'n gigantisch station, mensen die een kaartje kregen, totale paniek. En toen kwamen we uiteindelijk in die trein, toen gingen we echt zitten. We hebben het gehaald. Dat was wel echt een fantastisch mooi moment. Hoe heb je je eigen bijdrage aan het bedrijf gezien? Ik vind het wel een lastige vraag, moet ik zeggen hoor. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om keihard te werken en er altijd te zijn. En als er ergens moest bijgesprongen worden, dat heb ik altijd met liefde gedaan. Qua kaartverkoop, ik heb een soort achterban. Daar hebben jullie geen idee van. Mijn familie, mijn vrienden komen naar alle voorstellingen. Ik denk als ik commissie had gehad over het aantal kaarten wat ik de afgelopen 14 jaar heb verkocht. Nou, dan kan ik een extra huis kopen. Als ik het even iets kleiner pak. Dat ik altijd heel belangrijk gevonden dat iedereen zich goed voelt in een groep. Dat we het samen doen. Dat het positief is in de studio. Want daar is iedereen wordt er en blijer van. En het werk wordt gewoon beter. En ik heb dat, ja, bewust wel geprobeerd om dat in die studio in te brengen. Dus ik denk dat dat natuurlijk Introdans ook wel heeft geholpen in die zin. En dat is niet dat dat nou een soort van missie is geweest, maar dat is gewoon wie ik ben en dat vind ik gewoon belangrijk. Dus dan gaat het ook vanzelf. Als je één boodschap zou willen overbrengen aan je mededansers en het team van Introdans voordat je vertrekt, wat zou dat zijn en waarom is het zo belangrijk voor jou om dat te delen? Zorg goed voor elkaar. Je bent met z'n allen, je ziet elkaar elke dag. Als je merkt dat het met iemand niet goed gaat, praat even met degene. Want ik denk dat je daardoor gewoon een positieve sfeer in een bedrijf creëert. En dat doet alles en iedereen goed. En dat is soms echt heel moeilijk. Ik bedoel, ik ben zelf echt niet altijd alleen maar vrolijk. Dat weten mijn mededansers. Maar het zijn gewoon kleine dingetjes die af en toe helpen. Hoe voel je je nu? Terwijl je afscheid neemt van een plek waar je zoveel jaren van je leven hebt doorgebracht en zoveel herinneringen hebt gemaakt. Ik voel me een beetje dubbel. Ik vind het namelijk doodeng, maar ik heb er ook heel veel zin in. Ik vind het niet wetende wat er dus komen gaat. Ook al heb ik wel al wat plannen, maar het niet wetende vind ik aan de ene kant dus heel spannend. Aan de andere kant vind ik het heel fijn om gewoon een soort van, ik heb het gevoel dat ik een soort van nu opnieuw ga kiezen wat mijn leven gaat zijn. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. En een beetje, daar krijg ik ook de ruimte voor. Ja, dus ik sta er wel positief in. Maar ja, dat neemt niet weg dat als ik straks die laatste voorstelling doe, dat ik dan waarschijnlijk de hele dag aan het huilen ben. Maar goed, dan zien jullie dat ook een keer van mij. Goed. Wat ga je niet missen? De ongelofelijke hoeveelheid uren die wij hierin steken. Het is echt. Ik merk het nu pas. Samen met Alberto organiseer ik de uitnacht. Dus dan ben je er even uit. En dan pas merk je hoeveel tijd
je er eigenlijk in stopt. Hoe erg je vast zit. Want als je aan het repeteren bent, ben je natuurlijk volledig die focus op het repetitieproces bezig. Dus je kan niet even snel even een appje beantwoorden. Of je kan niet even snel even de tandarts bellen omdat je een afspraak wil maken. Tussen 10 en 5. En vaak ook als we voorstellingen hebben tussen 10 of 11 en midden in de nacht. Kan je niks plannen doen. En nu dat ik een beetje heb kunnen proeven van hoe dat is. Hoe je je dag iets makkelijker kan indelen. Dat ga ik gewoon niet missen. Die roosters, de vroeg weg, 's nachts thuis, on repeat. Dat ga ik echt absoluut niet missen. Wat ik wel ga missen, zijn gewoon 100% de mensen, mijn collega's. Dat is, ik denk, mensen hebben dat wel gezegd. Oh, bijzonder dat je zo mag werken met zoveel mensen. Dan zei ik, ja, super bijzonder. Maar ik merk nu wel, het is wel echt bijzonder dat ik met zoveel mooie mensen mag werken. Daar heb ik ook geluk mee, want volgens mij is de sfeer bij Introlands gewoon heel goed en hebben we het gewoon heel leuk met elkaar. Dus jongens, ik ga jullie gewoon heel erg missen. Allemaal. Ook van de kantoren, maar vooral op de dans. Ja. Hoe hoop je dat het publiek je zal herinneren? Nou, ik hoop überhaupt dat het publiek me überhaupt herinnert. Dat lijkt me wel heel leuk. Weet je wat het is? Ik heb gewoon altijd geprobeerd om een mooie avond voor mensen te bezorgen. En ik heb het altijd leuk gevonden om mijn emoties in te gooien. Ik heb soms ook echt wel de lachers op mijn hand gehad. En dat vond ik ook altijd fantastisch als ik iets deed waar mensen dan echt om moesten lachen. Dus ik hoop mensen dat me in die zin herinneren dat ik misschien af en toe komisch was en dat ik er veel emotie in heb kunnen leggen. En dat ze zeggen van dat was gewoon een hele fijne danser om naar te kijken. En misschien vanaf nu ook gewoon een heel fijn mens om mee om te gaan. Want vanaf nu ben ik geen danser meer. En dan is het klaar. En dan ben ik gewoon Jurien. Punt. Ja? Oké. Dat was het. Oh!